Hallo iedereen! Welkom in onze YouTube kanaal! En vandaag we gaan oefenen in verband met onze activiteit voor vandaag. Dat is mijn spreektempo en het gebruik van pauzes. Dit is een oefening voor kinderen met een stotter en probleem. En mijn zoon heeft die. Ja, vorige 3 maanden geleden we hebben gemerkt dat hij heeft een probleem. Dus nu we hebben een oefening gekregen van onze logopedist. Dus vandaag we zullen deze oefeningen doen, oké? Dus we hebben hier een auto's, veel auto's. En we zullen spelen met de auto's, hè? Mama? Noah, kijk hoeveel auto's heb je hier. Veel auto's. Ja. Allemaal een pak. Amai. Maar kijk, dit heb zoiets. Maar eigenlijk tactieken dat de bliksem maakt niet zoiets hebben. Maar kijk, nu is het zoiets. Dat is een rode auto. Maar waarom zijn de bliksem maken? Waarom is dat zo en deze dan zo? Ja, deze Blixen McQueen heeft andere stijl. Kijk, hij heeft zijn tong uit. Dat is wel leuk, hè? Ja, en daarom heb ze geen banden voor en daarom steekt ze zijn tong eruit. Ja. Hey, you! Oké. Hey, you come race! You come race! Mama, mia. Allee. En deze is een precies zo een mooie auto. Kijk, dit is zoals van die race auto, hè? Witte met rode design style. Hallo. En van een Chinese. Kijk, ze hebben hier een, is dat een Chinese letters geschreven? Ja. Mama. Ja, Noah. Kun je tellen? We gaan samen telen. Kun jij? Nee. Kun jij vertellen? Maar kun jij eens vragen? Kun jij vertellen? Trillen. Trillen. Dat is praten. Ja. Kun jij vertellen? Over die auto naar Lisa McQueen praten zo. Zo, hallo, ik ben een auto, race auto van China. What is that? En je, waar kom je vandaan? Eigenlijk kom ik van de race. En ik heb geen banden nou. Je hebt geen banden? Nee. Ik zie dat je hebt wel banden hoor. Nee, kijk dan niet. Nee? Dan moet je naar de garage, denk ik. Maar ik kan ik niet rijden zonder banden. Hoe kan dat nu? Jawel. Gaan we samen rijden? Oh, wat gebeurt met jou nu? Je bent omgedraaid. Ben jij een ongeval? Ja. Deze zijn ook allemaal raceauto's. Kijk, die zijn allemaal dezelfde. En deze ook. Blixen McQueen. En die ook. Hoeveel rode auto's heb je nu? En nog een rood auto. Maar dit is een blauw auto. Ja, een blauw auto. Is dat ook Blixen McQueen? Ja. Dinoco, want de dino, kijk. Is een tekening van de dino. Laten we zien. Kijk, dinoco. Dat is mooi. Is dat de taal van de dino auto?
Zo? Ja. Monster truck. That is a monster truck, denk ik. En deze ook. De ook. Hey, you. Deze ook. Hey, bliksemmatien. Hey. Ik trek je met de touw naar de politie. Waarom? Here, is this a police auto? Nee, dat is de zwart. Official piston cup. See? Rail autos. They're still in the mode and style. We have an of a groene auto. As an cadeautje gekregen. Ik denk dat is een walbak auto. No, he is aan het zoeken. Noah, dat is niet Eric. Kom. Heb je gevonden? Ja, twee politieauto's. Dat zijn die zwarte. Oh, en ook een politieauto. Is dat mooi? Hé, mijn tamtoffer. Wauw, heel mooi. Twee security auto. En wat gaat dat twee security auto doen? Hey, yo. Hey, kom hier. Ze kan misschien goed spreken, hè? Want de politieauto normaal controleert elke auto. Ja. Is dat een zwart en wit auto? Ja. Met oranje lichtjes? En die met rode. Maar van daar achter komt er zo bam, bam, bam. Ja? Maar voor wat is dat voor een auto zo bam, bam? Wat is bam, bam? Dat is voor actor, maar dat weet ik niet. Mag ik zien? Deze? Nee, dat is wel dezelfde. Dat weet ik niet welke bam is. Oké. Hey, yo, binnenbukken! Yeah. Wat heb je gedaan? Niks? Maar de mama gevraagd dat je stuk bent. Kuntje, binnenroeien. Ja. Poedak, badalala. Badam. Yeah. In de gevangenis. Is meteen de gevangenis? Ja, in de gevangenis. Die is een instant. Hey, yo! Dan gaan wij jou vangen. Dan gaan wij jou de gevangenis. Amai, dat is wel een leuke spel met de auto, Noah. Ik vind het echt leuk. Kijk, je hebt ook hier zoals een professor met een bril. Oeh, een oud auto, oud model met een bril. Vind je dat mooi? Ja. Dat is met de puntje. Ja, met de puntje. Dat is kijk, mooi auto. En wat gebeurt nu met de twee politie? Waarom was dat omgedraaid? Omdat dat is.
aan het slapen waren. Ah, zo slaapt de twee politieauto. Oh, amai. En zij snorken. Nee, precies, ze zijn heel moe. Oh, oei, mag dat? Mag dat van die politie? Oh, ongeval, ongeval. Moeten die ambulance bellen? Maar waarom de... En de second wagon moet nog komen, hè? Want onze auto is omgedraaid. Is de second wagon? Oké, de second wagon, kom eraan. En waar is de second wagon? Met zo'n branddesign style. Mooi, hè? Coole auto's. Met een controle. Laat me eventjes doen. Ja, allemaal in de lijn. En Kale Monster Truck is dat. Dat is wel mooi, hè? Maar deze zijn... Ja? Zijn... Ridders. De Ridders, oeh. En waar is de Ridder dan? Daar. Die? Ja. Ah, oké. Okay. Als de auto kapot, dan... Ze gaat zo rijden met een touw zo. Nee, dan... Want zijn niet takels. De takels zijn heel oud. Hallo! Ja, joho! Ja. Dat zijn wij de politie. Dan zorgen we. En dan moet ik... En wat moet ik dan? Ik ook. Ik ben prinses. Ben jij de prinses? Ja, is dat de prinses? Ah, mooi prinses. Keelkleur. Zij is stralende prinses auto. Maar dat doet als is een prinses toch niet? Ja. Ik moet eens met dan. Oké, dat is heel goed, Noah. Nee, nog niet gedaan. Nog niet gedaan? Nee, ben. Want ik moet eerst mijn tam-tam-toffel aan en dan ga ik de rust spelen. Dat is wel leuk, hè, Noah? Heel veel auto's, amai, op rij. Kunnen we dit auto tellen samen? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yippie! 18 auto's. Oké. Dus nu we zijn klaar met ons spelletje. Nee. Ik zal even spreken. Mijn naam is Josje. Hallo, ik ben... ik wil zeggen over onze activiteit voor vandaag. Dus eigenlijk, we zijn nu in onze derde week. En... die activiteit gaat over mijn spreektempo en het gebruik van pauzes. Dus in onze spel, ik probeer om mijn spreektempo aan te passen met mijn zoon. Want
als ik met mijn kind speel, hoe snel spreek mijn kind kan meestal. Dus volgens als ik wat begrijp, de kind moet zijnzelf laten spreken in de rustige manier. Ja, zo. Ik niet slaan. En ik zal gewoon lezen wat is in deze papier. De vraag, mag ik gebruik van pauzes als ik spreek? Praat ik net zo langzaam als mijn kind of praat ik sneller? Dus ik mijzelf moet ik ook evalueren. Hoe praat ik tegen mijn kind? Dus ik moet een langzaam tempo spreken en ik moet een duidelijk manier spreken. Niet zo ingewikkeld met zijn leeftijd. Hij is nu 4 jaar oud. Zijn taalkennis of taalcomplexiteit is niet zoals de volwassenen. Dus hij heeft zijn eigen wereld. Zoals nu. Met de spelletjes met de auto. Dat is zijn dingen. En er zijn vragen hier dat ik moet invullen. Bijvoorbeeld het spreektempo van mijn kind langzaam, gemiddeld of wisselend. Persoonlijk, ik zal zeggen dat hij spreekt gemiddeld. Mijn spreektempo langzaam, gemiddeld, snel, wisselend. Ik zal zeggen, ja, gemiddeld ook. Mijn pauzes, bijna nooit, soms vaak. Dus ik heb wel pauzes. Als ik moet nadenken wat is de beste manier om te spreken met hem. Want in de vorige weken, ik heb wel geleerd dat die moeilijke vragen, bijvoorbeeld waarom, is niet echt aangemoedig. Want voor die leeftijd met die... taalcomplexiteit of taalkennis, ik kan dat nog moeilijk uitleggen. Ja, chef? Maar je kunt nog een beetje spelen. Ja. Ja, oké. Okay. Ik zal wel binnen een paar minuten spelen, oké? Okay? Oké, okay, dus we zullen nog meer spelen en proberen deze oefeningen om alles mama, te doen. Mama, kijk. Ja. Nu we gaan zeggen dankjewel voor jullie aandacht om deze video. Dat is nog niet gedaan. Ja, maar we zijn nu in 17 minuten en dat moet gedaan zijn. Oké? Okay? Zeg, dada! Dankjewel voor jullie voor jullie aandacht voor die, om deze video te kijken. Dus in mijn volgende dag video vlog. Ik wil dat niet. We zullen nog een keer spelen, toch? En we zullen onze oefeningen doen samen. Oké. Nee. Dag iedereen, zeg dag. Kusje. Dag. Dag. Dag.